In mijn vrije tijd doe ik graag kung fu. En dat doe ik al wel een tijdje, maar het is inmiddels ook wel een beetje compensatie geworden voor mijn werk. Omdat het is heel veel bewegen en je hoeft eigenlijk niet zo heel veel bij na te denken. Want je traint vooral je reflexen. En op mijn werk zit ik heel veel achter een computer en moet ik juist heel veel nadenken. Ik onderzoek account hijacking. En dat is wanneer iemand eigenlijk simpelweg in iemand anders zijn account probeert in te breken. En dat kan elk type online account zijn. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailaccount of een webwinkelaccount. En vaak weten mensen wel dat ze kunnen worden gehackt. Maar denken ze toch van, ja, maar mij overkomt dat niet. Of, ja, maar ja, wat moeten ze nou met mijn gegevens? Terwijl er kunnen best wel consequenties aan kleven. Stel dat ze bijvoorbeeld je webwinkelaccount hacken. Dan bestellen zij allemaal mooie dure spulletjes. Zij krijgen de spullen, maar jij betaalt de rekening. Dus waar ik nu specifiek naar kijk, is enerzijds de handel in gestolen inloggegevens. En anderzijds, wat gebeurt er wanneer ze eenmaal in je account zitten? Ik heb tot nu toe gekeken naar 3 verschillende type platforms. Het eerste type platform is een crypto market, wat je kan vergelijken met een soort eBay. Alleen dan voor illegale goederen, dus bijvoorbeeld drugs of wapens, maar ook gestolen inloggegevens. Wat we daarbij zagen is dat je vaak 1 of een paar accounts per keer kunt aanschaffen. En dat varieert dan van 1 tot enkele euro's, afhankelijk van het type account dat je wilt. Het tweede platform waar ik naar heb gekeken is een discussieforum. En daarbij wordt ook gehandeld, maar het draait iets meer om interactie tussen gebruikers. En daarbij viel op dat juist pakketten worden aangeboden met heel veel accounts. En dan heb ik het over tienduizenden tot honderdduizenden accounts per keer. En het derde type platform is een paste website, waar we zagen dat vooral lange lijsten met accountgegevens zo werden gepost en die dus voor iedereen te zien waren. En waar ik dan uiteindelijk naar wil kijken is wat voor accountgegevens zijn nou het meest geliefd bij account hijackers en wat doen ze wanneer ze eenmaal in die account zitten. Ja, ik heb hiervoor psychologie en criminologie gestudeerd, maar ik miste toen wel een beetje de technische kant of de beta kant. Daarnaast vind ik creatieve vrijheid ook heel belangrijk. En in dit onderzoek moet ik wel creativiteit tonen. Want stel ik wil een nieuwe onderzoeksvraag bijvoorbeeld onderzoeken door experimenten te doen. Ja, hoe zet ik dat experiment dan precies op? Ik ga binnenkort experimenten doen. En daarbij kan ik dan ook mooi die kennis die ik heb opgedaan bij criminologie en psychologie toepassen. En er zit een stukje techniek bij. Faces of Science.